Hekken zijn weg in straat van Elsborst. En rel om zoenende vrouwen in Utrechtse supermarkt. Goedemiddag, dit is U Vandaag. De politie heeft de zwarte schermen op het kruispunt van de Ruisdaallaan in Bilthoven weggehaald en de straat weer vrijgegeven. Er staan nog wel schermen rond het huis van Elsborst. Het onderzoek in en rond de woning van de oud-minister is daarmee afgerond. De politie gaat ervan uit dat Elsborst door een misdrijf om het leven is gekomen. Een week geleden werd haar lichaam in de garage bij haar woning gevonden. De hele week is er onderzoek gedaan in Bilthoven. Zo heeft de mobiele eenheid gisteren naar sporen gezocht rond het huis van Borst. We hebben gezegd, neem nou gewoon alles mee. Je weet het niet. Sommige dingen, hè, 9 van de 10 zal het misschien niks zijn. Maar neem het gewoon mee. Dan kijken we op het bureau of we er wat aan hebben of niet. Bij die zoektocht zijn onder meer een sjaal en een hockeystick gevonden. De politie wil niet zeggen of de voorwerpen ook sporen bevatten. Een rel rond 2 zoenende meisjes in de Albert Heijn op de Amsterdamse Straatweg in Utrecht. Ze geven elkaar een kus tussen de schappen en een beveiliger spreekt ze daarop aan. Niet zoenen in de supermarkt. De meiden zijn woest en Albert Heijn is in verlegenheid gebracht. Dat een onschuldige kus tot zoveel commotie kan leiden, dat hadden Sterre en haar vriendin Rodé niet verwacht. Ze zijn op Valentijnsdag precies een maand bij elkaar als Sterre met haar vriendin boodschappen gaat doen in de Albert Heijn op de Amsterdamse Straatweg. Ze komt naar me toe lopen en ze geeft me een kus. En ze zegt van ja, maar jij bent mijn Valentijn toch? En verder is er niks gebeurd. En dan komt de bewaker naar ons toe. En die zegt, ik wil de pret niet onderdrukken. Maar kunnen jullie daarmee ophouden? Want zijn hier mensen in de winkel die er last van kunnen hebben? Sterre vindt het de normaalste zaak van de wereld dat mensen overal elkaar een kus kunnen geven. Er komen hier alle soorten mensen. Er lopen hier ook genoeg homo's rond die niet met hun vriend of vriendin lopen. En dat is dan wel oké. En wat is dan het verschil als ik mijn vriendin gewoon 1 kus geef? Ik bedoel, we zijn toch allemaal hetzelfde? Albert Heijn reageert vanochtend direct op het voorval dat door RTV Utrecht naar buiten is gebracht. De supermarktmanager vindt dat de particuliere beveiliger een behoorlijke inschattingsfout heeft gemaakt door de meiden op een kus aan te spreken. Wat we erg betreuren vanuit onze winkel, dat er op die manier die dames zijn op aangesproken. Want ze voelden zich op dat moment gediscrimineerd in onze winkel. Ja, dat had absoluut niet mogen gebeuren op die manier. Zeker niet als het gaat om een onschuldige kus. Albert Heijn zit in de maag met het voorval en neemt de klacht serieus. De manager hoopt Sterre en Rodé vandaag nog te spreken. Ik heb wel geprobeerd de dames te benaderen, telefonisch. Ik heb ze helaas niet kunnen bereiken. Maar we gaan ze zeker proberen te bereiken om daar vanuit onze winkel in ieder geval excuses te maken richting de dames. De supermarktmanager benadrukt dan ook dat iedereen in de winkel mag zoenen, ongeacht hun geaardheid. Uiteraard hebben wij Sterre ook nog even geprobeerd te bellen, maar ze zit nu op school. In onze avonduitzending hoort u ongetwijfeld haar reactie. In Amersfoort is de brandweer uitgerukt voor een smeulende hoop vuilnis. De brand brak uit in de hal van een recyclingbedrijf aan de Nijverheidsweg Noord. Waarschijnlijk is de afvalberg gaan broeien. Uit voorzorg heeft de brandweer extra mensen en materieel opgeroepen om de brand te blussen. Vandaag is het hoger beroep in de ontvoeringszaak van Freya Swazek uit Utrecht. De dove vrouw werd 3 jaar geleden maandenlang vastgehouden in een huis in Hoevelaken. Daar werd ze mishandeld en verkracht. Toen de politie werd haar bevrijde, was ze zwaar vervuild en had ze botbreuken. 2 daders kregen eerder 7 en 9 jaar cel met TBS opgelegd. De bekladding van het historische treinstel in Amersfoort is schoongemaakt. De graffiti werd dit weekend ontdekt door vrijwilligers. Die zijn bezig met het opknappen van de hondenkop, zodat hij eind dit jaar weer kan rijden op onder meer evenementen. De stichting doet aangifte van vernieling. Bewoners van het Kompas in wijkbeduursteden organiseren een feestje om de ellende rond de tornado die vorig jaar over hun stad raasde af te sluiten. De windhoos zorgde voor een ravage. Wegen lagen bezaaid met dakpannen. Bomen waaiden om en auto's raakten beschadigd. Met het feestje willen de buurtbewoners de saamhorigheid versterken en de gebeurtenis afsluiten. Een studente die via een liedje op YouTube probeert een kamer te vinden in Utrecht. Het is een hit op internet. Mijn naam is Marianne Faustinelli. Ik ben al een tijd 18 jaar. Ik woon nu sinds de tijd in Hilversum. En daarmee ben ik onderhand klaar. Want ik studeer er wel, maar ik kom er nooit. Ik ben niet zo graag alleen. Daarom wil ik graag naar Utrecht toe. Want daar zit al iedereen. De 18-jarige Marianne Faustinelli woont in Hilversum, maar wil dus op kamers in Utrecht. Net als veel andere studenten is het erg moeilijk om iets te vinden in de Domstad. Via dit filmpje hoopt ze iemand te vinden die haar een kamer wil verhuren. Ze stelt geen hoge eisen en ze is ook erg netjes en ook zorgt ze niet voor overlast. Toch heeft ze tot op dit moment nog geen kamer gevonden. Nee, ik heb nog steeds niks. Ik heb heel veel reacties en ik heb ook
ook al op een paar mailtjes gereageerd. Maar terwijl, ik heb nu zoveel dingen binnen dat ik dan ook niet weet of ik overal moet reageren of dan een paar niet doen en zo. Ik heb wel alles wat ik te duur vind, heb ik wel vriendelijk een bedankmailtje gestuurd. Nou, misschien heeft u wel een kamer en bent u benieuwd naar het hele liedje. Het filmpje staat inmiddels op onze website. Dan krijgt u tot slot nog het weer. Het is bewolkt en in de loop van de middag is er wat ruimte voor de zon. Het is maximaal 9 graden. Vanavond en vannacht is het overal droog. De zuidoostenwind is zwak tot matig en het koelt af tot een graad of 2. Tot zover deze uur vandaag. Om 5 uur zijn we er weer met onze uitgebreide uitzending. Graag tot dan.